BNP Paribas Fortis stelt voor. Ik ben altijd blij ook als ik mezelf mag verrassen. Of ik moet nu tegelijkertijd heel goed nadenken hoe dat werkt hoor. Ik probeer even terug te gaan naar zo'n moment of zo'n momenten. Want je leest zo'n verhaal en dan kom je met die scènes eigenlijk op de dag zelf voor het eerst toch terug. Je hebt dat verhaal gelezen, je hebt dat scenario gelezen en zo. En dan leg je dat weer een tijdje weg en dan begin je dat te draaien. En dan ga je die scènes natuurlijk eruit te halen. Want die scènes speel je die dag. En dan ga je daar heel concreet focussen op die scènes. En ik ben ook altijd bereid om... Het zijn allemaal bijrollen die in de dag komen, zeg maar. Altijd bereid om mezelf ook wel te verrassen. Dus ik ben heel benieuwd altijd hoe gaat hem dan nu spelen van mezelf. En in die scène met Chris daar, ja, ik was er heel onrustig over, want ik wist wel dat er daar het een en het ander moest gebeuren of kon gebeuren of kon verteld worden, dat echt wel een meerwaarde kon geven. Ik vond ook dat ik mezelf daartoe moest verplichten om dat te doen. En dan ben je echt benieuwd van wat gaat er nu uitkomen. Hè? En dan komt er dat uit en dan denk je van, ah ja, dat is volgens mij ook wel weer iets, een nieuw hoekje of een nieuw gaatje of iets nieuw dat je jezelf voelt doen of ziet doen. Ja, dat is wel boeiend. Ja. Ja. Dat niet stilstaat en dat eigenlijk altijd wel jezelf toch altijd zo'n beetje kunt vernieuwen. Ja. Ja. In alle bescheidenheid. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.